De Nunese Hetty van Spaandonk is al ruim 20 jaar de drijvende kracht achter de Eindhovense Volksuniversiteit. Dankzij haar inzet is de Volksuniversiteit een goed lopend bedrijfje geworden. De eerste jaren deed Hetty de coördinatie vanuit haar huis aan de Revelingse Erven. Daar spreken we vandaag ook met haar. Wat is het leuke aan de Volksuniversiteit? Het leuke aan de Volksuniversiteit is eigenlijk wel dat je de cursisten die komen en graag een cursus of een workshop willen gaan volgen en iets willen gaan leren, dat je die kunt helpen en dat je die dus iets te bieden hebt. Ja, ik heb ook nog wel een cursus gegeven bij de Volksuniversiteit, tekenen, want dat is eigenlijk ook mijn vak. Ik kom uit het onderwijs en ik heb dus ook een paar jaar cursussen tekenen verzorgd onder de paraplu van de Volksuniversiteit Eindhoven. Heel erg leuk om te doen ook, ja. Maar dat doe je nu niet meer? Nee, helaas. Ik heb ook weer moeten kiezen. De werkzaamheden als coördinator die zijn zo veelomvattend dat er eigenlijk heel weinig tijd overblijft om daarnaast nog andere dingen te doen. Je bent de cursussen gaan coördineren vanuit je huis hier aan de Revelingse Erven. Doe je dat nog steeds? Nee, op dit moment doe ik het niet meer van thuis uit. Ik werk nu vanuit de Tongerusse straat in Eindhoven. Maar ik heb het jaren hier vanuit de Revelingse Erven gedaan. Maar ook 4 of 5 jaar heb ik ook gezeten in de Beekstraat. Nou is de Volksuniversiteit Eindhoven een beetje een familiebedrijf geworden. Ik heb begrepen, jij hebt het overgenomen van je schoonmoeder. Hoe is dat ontstaan? De Volksuniversiteit bestaat volgend jaar 75 jaar. En het is eigenlijk heel erg klein begonnen. En in 1960 is mijn schoonmoeder daarmee begonnen, gewoon van thuis uit. En dan moet u zich niet zoveel van voorstellen. Dat zijn 1 of 2 cursussen Frans en Italiaans. En het werden dan georganiseerd bij de docenten thuis. Zo is het in feite begonnen hier in Eindhoven. Welke talen worden er allemaal gegeven? We hebben meer dan 100 talencursussen volgend jaar. Die liggen echt Europese talen. Maar we hebben ook hele bijzondere talen zoals Tsjechisch, Zweeds, Japans, Chinees, wat ik al genoemd had. En Bahasa, Indonesisch, Arabisch. Zijn jullie daarmee ook een concurrent voor het KAN hier in Nuenen? Een concurrent misschien op 1 of 2 cursussen, maar daarnaast zijn we ook een aanvulling op het programma van het KAN. Wij verzorgen waarschijnlijk ook op dat gebied cursussen die het KAN niet in het pakket heeft. En in die geest is het denk ik toch heel leuk ook voor de bewoners van Nuenen om als de cursus die bij het KAN niet georganiseerd stond, om te kijken of de Volksuniversiteit in Eindhoven het wel doet. Ja. Zijn er veel mensen uit Nuenen die naar Eindhoven cursus gaan volgen? Uit Nuenen komen 120 mensen hebben het afgelopen jaar een cursus of een activiteit gevolgd. Krijgt de Volksuniversiteit subsidie? Nee, de Volksuniversiteit Eindhoven niet. Die heeft dat ook nooit gehad. Ja, eerlijk gezegd ook, hebben ze het ook nooit aangevraagd en nooit gewild. Ze wilden toch eigenlijk een beetje zelf bepalen welk aanbod van cursussen dat ze zouden doen ieder jaar. Maar dat is vervolgens dan ook jullie kracht, want jullie kunnen de eigen broek ophouden. Ja, wij zijn er niet van afhankelijk. We hebben ook altijd prima kunnen functioneren en kunnen werken zonder subsidie. En dat gaat goed. En ja, eerlijk gezegd zijn we er ook wel een beetje trots op. Ja. Dat mag ook. Ja. Naast de cursussen en andere activiteiten, zoals excursie of workshop, hebben we ook inderdaad lezingen die we verzorgen in het academisch genootschap. Dat zijn een 6-tal lezingen door het jaar heen en die liggen op allerlei gebied. Hoe zie je de toekomst van de Volksuniversiteit? Ik zie het heel rooskleurig in voor de Volksuniversiteit. We gaan gewoon op dezelfde voet verder en we proberen iedere keer wat nieuws eraan toe te voegen. En dat maakt iedereen weer enthousiast. Dus wat dat betreft gaan we de toekomst vrolijk tegemoet.